ik ben gered. Ik had er anders niet meer geweest. En dat geeft een enorm gevoel van dankbaarheid. Ik kwam van mijn werk en toen reed ik over de kade. En dus toen hoorde ik geschreeuw. En toen was er stond een vrouw te schreeuwen. Echt een kind te water. Echt een kind te water. En dus nou, ik heb verder niet gereden. Ik ben meteen met de fiets weg en hup, ik ben er zo ingedoken. En toen had ik hem te pakken. Hoe lang is dat geleden? 60 jaar. En u staat nu te wachten? Ja, ik sta te wachten. Ja. Hoe voelt dat voor u? Nou, ik vind het toch wel spannend. Ja. Maar het ziet er ook, ik zag er ook wel naar uit. Dus, ik hoor wat. Ali. Oh, wat leuk! Oh, mooi. Ja, Jan, nou. Zwart. Ah. Iets met een schip mee. Aan de zaan. Ik slipte. Op een gegeven moment val 2 meter naar beneden in het water. Kon niet zwemmen. Fiets erin. Ik ben op een gegeven moment weggezakt met een dichtgeknepen keel. Heb mijn levensfilm gezien en ik dacht dat het over was. Ik heb hem omhoog getrokken. En toen kwam er een schipper, die was daar ook. En die kwam met zijn pikhaak. En die heeft ons eruit gehaald. In één keer dreef ik weer boven water. Er stak een pikhaak naar me toe en ze hebben me eruit getrokken. Mijn keel was dicht gesnoerd. Er is dus geen water binnengekomen. Maar ik dacht dat ik mijn leven was over. En het was niet zo. Ja, dat staat op mijn netvlies hoor. Dat is wel een heldhaftige daad van u. Vindt u? U niet? Ja, nee, ik vind het eigenlijk normaal. Als een kind, maar nou ja, ook volwassenen. Maar ik bedoel, kijk, ik zwom al zoveel. En voor mij was dat geen punt. Ik bedoel, je duikt er zo in. En vooral als er een kind in ligt. Hè. En zij zegt, ja, ik deed gewoon wat ik moest doen. Ja, maar de omstanders aan de kant niet. En zij was een van de weinigen die kon reddend zwemmen. Het is nu 60 jaar geleden dat u Jan nu weer voor het eerst ziet. Ja, ik vind het geweldig. Wat doet dat met u? Ja, nou, ik heb toch wel een bepaalde emotie hoor, vind ik hoor. Ja, ja. Ja. Maar ik hou me altijd een beetje in. Ja. Hoe voelt dat? Ja, dat is zo speciaal. Ook wel emotioneel. Ik was wel nerveus dat de eerste keer dat hij belde. En toen dacht ik, oh, wat gaat hier gebeuren? Ik ben 60 jaar. En hoe ziet hij eruit? Ja. Nou, geweldig. Mooie man hoor. Ja, ja ik geloof dat de omstandigheden... Uiteindelijk heeft God die in zijn hand. En het blijft een mysterie. Dat blijf ik. Het is, maar dat zij op dat moment, als zij 5 minuten later in de werk was geweest... op de werk was gebleven, dan was ik er ook niet meer geweest. Want niemand kon reddend zwemmen. Stukje leiding van God? Ja, ik geloof dat absoluut. Ik ben gered. Ik had er anders niet meer geweest. En dat geeft een enorm gevoel van dankbaarheid. Vond dat ook als Gods ingrijpen in je leven? Ja, dat heb ik echt ervaren. Ja, maar dat heb ik meer ervaren, ook op andere momenten. Ik ben heel dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen doen. Want ja, anders was dat leven er niet geweest. En dan denk ik van, nou, dat is teruggeven wat je ontvangen hebt. En ja, daar blijf ik mee aan de gang. Want ik motiveer nu ook jongeren om datzelfde te doen. Niet voor jezelf te leven, maar voor hem die ons gered heeft. En die ook zijn leven gegeven heeft. Ja, en dat vind ik het mooiste wat er is. Diepe dankbaarheid aan God. Diepe dankbaarheid aan God, de redder. Ja.